We hebben hier een tentoonstelling gemaakt met kunst die we in de afgelopen 10 jaar hebben verzameld. En we willen eigenlijk met die tentoonstelling laten zien hoe de hedendaagse kunst gemaakt wordt. Welke soorten hedendaagse kunst er bestaat en wat de hedendaagse kunstenaar bezielt en wat hij laat zien. En dat proberen we hier te verbeelden. Hoeveel stukken heeft u precies? Er zijn meerdere duizenden stukken in de collectie. En hoe maakt u dan een selectie van al die stukken die hier hangen? We hebben in dit geval heel sterk geselecteerd. We hebben gekozen voor de laatste 10 jaar, met nadruk op de laatste 3-4 jaar, wat we hebben verworven. En dan nog is het heel erg moeilijk kiezen. Dus dan wordt het keuzes maken en zoals het in de kunstophangtermen heet, kill your darlings. Hier hebben we het werk van Jan Schoonhoven en daar is het voor u allemaal mee begonnen. Ja, dit is werk van Jan Schoonhoven, daar is het inderdaad voor mij mee begonnen. Ik was al jong een enthousiaste liefhebber van de zogenaamde nulkunst. En dit is een prachtig voorbeeld van de nulkunst. Hangen hier 3 werken uit 1973 van Jan Schoonhoven. Die zijn hele leven dit soort werken heeft gemaakt. Heel sereen, heel rustig, heel mathematisch eigenlijk. En dat spreekt mij enorm aan. Iedere keer zie je weer iets anders erin. Iedere keer met andere lichtval, bijvoorbeeld als je ze thuis naast een raam hangt. Dan krijg je andere effecten gedurende zelfs de dag. En dat is verrukkelijk om te zien. We staan hier bij een werk van Michel François, een Belgische kunstenaar die een concept bedenkt en dat dan uit laat voeren door zijn assistenten. We hebben hier over deze waterbal ongeveer 3 dagen met 2 assistenten gewerkt om dit in elkaar te zetten. En ik heb het gekocht tijdens de veiling van de Rijksacademie een tijdje geleden. En dan koop je eigenlijk een certificaat waarop staat dat je het zo mag maken. Dit is de 11e tentoonstelling met uw werk. Heeft u al ideeën voor een volgende? Ja, we hebben ideeën voor een volgende steeds weer. Maar ik verklap in ieder geval nog niet wat het zal worden. Iedere keer weer zoeken we een deel van de collectie die soms heel erg samenhangt. Bijvoorbeeld onze kunstenaarsboeken of beelden in de tuin of fotografie of zelfportretten waar we een hele verzameling van hebben. En daar maken we dan een tentoonstelling van. Dus we kijken steeds in de collectie. Vinden we ergens een samenhang, dan maken we daar op een gegeven moment een tentoonstelling van.